Hallo mensen van Dagelijkse Steen, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe goedgekeurd mail. Dit is de serie waarin ik uitleg hoe ik mijn goedgekeurd of gastrollen eigenlijk beoordeel. Ik geef mijn eigen mening erover. Dus als je het niet mee eens bent, pech, helaas, dit is mijn kanaal. Ik geef puur mijn mening, ik geef puur tips en ik hoop dat je er wat van kan leren. Zo niet, jammer dan, dan hoop ik toch nog dat je zin hebt om te kijken naar deze aflevering. Want ik heb er heel erg zin in. Het is een tijdje geleden, kan ik uitleggen waarom. Milan die neemt vaak goedgekeurd op en dan vergeet hij gewoon zijn microfoon aan te zetten. Ja, dus vandaar dat ik had iets van 3 afleveringen opgenomen en die waren alle 3 mislukt. En dan kwam ik op het allerlaatste moment achter en toen dacht ik, yes, maar laten we beginnen. Goedgekeurd video, dat gebeurt en dan moet je weer overnieuw doen en dan doe je dat. Nou, oké. Beste Milan, ik had deze mail op 18 mei al gestuurd, maar heb nooit een reactie gekregen. Vandaar de mail iemand nog een keer. Dan denk ik dat je of een verkeerde titel had, of ik heb per ongeluk overheen gelezen, wat bijna niet gebeurt, want ik check het meestal wel 2 keer. Dus of je had een hele rare titel, of ik weet niet, er moet iets mis zijn gegaan. Of je stuurde het naar de verkeerde e-mail, niet naar dagelijks HD, gewoon met een H en een D, maar dagelijks HD met 2 A's en 2 E's. Want die werkt namelijk niet. Of die werkt wel, maar daar kijk ik nooit op. Mijn naam is Teun, 14 jaar oud, 5 maanden bezig met commentaar maken op YouTube. De eerste 2 maanden op het kanaal, oké. Ik kan vliegen. Ik gebruik de oké. Video op YouTube. Video op YouTube. Deze video is goedgekeurd door Dagelijks AD. Ja, dat is wel heel goed. Hij heeft een backup download erbij in de beschrijving. Dat is chill. Ik vind het persoonlijk heel relaxed. Want... En ook nog 2 verschillende sites. WeTransfer en Mega. Super chill, relaxed, dat wil ik zien. Daar hou ik van. Daar hou ik echt van. Dat vind ik serieus dope. Want en je steekt er meer tijd in. En als mijn download dan mislukt, dan heb ik altijd nog een backup download. Dat vind ik super chill. Dat echt, je bent een held. Nu al. Hallo mensen van Dagelijks AD. Ik ga vandaag met Jeremy een gastrol doen. En ik ben Teun, ben 14 jaar en dit is Jeremy. Hoi, mijn naam is Jeremy. Oh shit, ik word doodgeschoten. Ik ben 22 jaar. En ja, ik heb zin in deze commentary. Ja, we dachten... Dat is ook te horen. Ik ben Jeremy, 22 jaar. Ik heb zin in deze commentary. Ik heb zin in deze commentary. Zo, dan heb je er zin in. Maar nu is het gewoon... Ja, ik vind het leuk om deze commentary op te nemen. Nou, eigenlijk ook niet, want dan is het... Ik vind het leuk om deze commentary... Ik weet niet. Ik kom niet helemaal enthousiast over, Jeremy. We gaan even een team deathmatch doen. En wel een leuk onderwerp verzonnen. Nou ja, vertel jij het maar. Jij hebt het verzonnen. Oh shit, ik ben dood. Ja, mijn onderwerp is als volgt. Het gaat over Call of Duty Ghost. Call of Duty Ghost. Want ja, het is 21 mei komt announcement van dat zij hem gaan launchen op 5 november. En er komen de eerste gameplay. Maar ja, zij vertellen ook dat er een totaal nieuwe engine wordt gebruikt. Ja, dat is wel vet. Ja, maar wat denk jij zelf over wat voor engine wordt er gecreëerd? Nog steeds een Call of Duty stijltje natuurlijk. Ik denk dat ze hebben het leuk aangepakt met onderwerp. Daar hou ik van. Ik hou van commentaries met onderwerpen, met inhoud. Niet slap gelul over weet ik veel wat allemaal. Ik hou ervan als je ergens naartoe probeert te werken en dat je een mening gaat geven over bepaalde dingen. Ik ga denk ik deze video, want ik bedoel, de mic kwaliteit is goed. De kwaliteit, ja, ik had hem niet op 720, op 1080 zelf. Maar dat is ook gewoon prima. De mic van die andere kerel, van die Jeremy dus, die is een beetje zacht. Hij klonk in het begin een beetje verveeld, maar daarna toen hij het onderwerp moest vertellen, toen was hij helemaal een soort van opgepept. Dus ik denk dat hij toen snel... Oh ja, ik moet even... Weet je dat hij even snel een lijntje had getrokken en dan dat hij snel weer door kon? Nee, dat is grappig natuurlijk. Maar toen was hij weer wat positiever, dus dat is beter om te luisteren, leuker om te luisteren. Maar wat ga je vertellen over Call of Duty Ghost, over de engine? Want hij zegt van, ja, wat voor engine gebruik je? Ja, dat weet je nooit. Dus hoe ga je daarover praten? Daar ben ik wel heel benieuwd naar. Hoe ze dat gaan aanpakken. Dus ik ga hier gewoon een vlaggetje bij zetten en ik ga het later terugchecken. Zo doe ik dat altijd. Namelijk als het vlaggetje namelijk klikt. Wow, dat was niet eens een normale Nederlandse zin. Als je het vlaggetje klikt, dan komt hij bovenaan mijn postvak in. En dan check ik hem later weer terug na deze video. Anders dan zit ik 7 minuten te kijken en dan is deze video zo voorbij. Dat is natuurlijk helemaal niet leuk om te zien. Nee, dat is helemaal niet leuk om te zien. Super nice, video verwijderd. Nou, dan ga ik ook niet antwoorden op jou, want je hebt het verwijderd. Dus je dacht sowieso al van, nou, die wordt afgekeurd. Dus dan wordt hij ook afgekeurd. En dan hoef ik hem ook niet te vertellen dat hij wordt afgekeurd. Want hij is verwijderd en dat weet hij zelf wel dan. Lijkt mij. Goedgekeurd, dus... Oké. Okay. Sollicitatie inzending.
Thumbnail heeft hij erbij, oké. Okay. Maar meteen een erbij. Als ik zoiets zie, dat hij meteen een eentje erbij zet, dan heb ik altijd meteen zoiets van, je verwacht dat je dus al een serie krijgt. En dat vind ik altijd een beetje kut. Ik heb alle mensen die nou een serie hebben op dagelijkse ideeën, ik noem ook voorbeelden, Pixelmon, Arjan, Spectre, weet je, Arjan met DHD-fighter, Spectre met gaming en technieuws, Matthijs met zijn Habbo, Erik met zijn, wat doet hij met arcade games, weet je, de slechtste arcade games zoekt hij op. Dat zijn allemaal mensen die hebben video's ingestuurd, puur gewoon eenmalig. En dan kom ik naar hen toe van, yo, luister, deze video is zo goed bekeken, zoveel geliked, mensen vinden het zo dope, en ik vond het persoonlijk ook dope, anders zou ik het niet uploaden natuurlijk. En deze kerel, gast, je krijgt een serie van mij. Misschien is het leuk om dit te gaan doen, misschien is het leuk om dit te gaan doen. Nou, dan ga ik overleggen met diegene. Maar als je zelf al een eentje erbij zit, dan heb ik zoiets van, ja, misschien doe je het niet expres, hoe heet je? Jan, misschien doe je het niet expres, maar ik vind dat nooit chill, want dan weet niet, je pusht mij als het ware van, yo, ik moet een serie, want dit is een game namelijk die je niet één keer kan spelen. En in zekere zin is het wel een game die je in één keer kan spelen. Je kan altijd een let's play één keer spelen gewoon en dan daarin uitleggen of gewoon dingen laten zien of wat dan ook. Deze video. Maar we gaan even kijken. Yo, is goed gebeurd door Dagelijks AD. Yo mensen van Dagelijks AD, ik ben Jan en ik ga nu Black Mesa spelen. Tja, als jullie ooit een keer Black Mesa hebben gezien. Het begin is al vrij slecht, dat zeg ik eerlijk. Eén, hij heeft de camera aan de zijkant. Je kan geen enkel oogcontact met hem maken. Het zou heel kut zijn voor jullie als ik zo de goedgekeurd mail ga. Hey mensen, we gaan vandaag kijken naar goedgekeurd. Zoals je ziet, ik heb hier een goedgekeurd mail. Dat is helemaal niet leuk om naar te kijken. Dat is heel erg onpersoonlijk. Dat is niet waar. Dat is gewoon niet persoonlijk. Ik heb nog nooit de presentator op tv ook schuin zien staan en dan zo zien praten. Ja, misschien als je de camera... Oh ja, misschien wel, Milan, want als de camera zo gaat, dan kies... Nou, weet je. Maar op YouTube sowieso niet, gewoon. Punt. En hij begint al met... hoe begon hij nou? Heel erg twijfelachtig. Niet meteen van... Bam, dit ben ik, weet je. Niet meteen zijn persoonlijkheid erbij. Yo mensen van Dagelijkse D, ik ben Jan. En... Dat is goed. Yo mensen van Dagelijkse D, ik ben Jan. Weet meteen wie het is, weet je. Klaar. Ik ga nu Black Mesa spelen. Prima, hij gaat Black Mesa. Dat doet hij ook goed. Weet je, dan begint hij al. Hij begint met de commentary en dan moet hij eigenlijk meteen al nadenken over wat hij gaat zeggen. En nu zegt hij volgens mij tja. Tja. Weet je, tja, dan gaat hij dus woorden zoeken van wat moet ik eigenlijk zeggen. Dus het is een totaal onvoorbereide video. Die hij gewoon dacht van, oh, ik ga dat een keertje een videootje maken en ik stuur hem een keertje op en ik zie wel wat er van komt. Totaal onvoorbereid en niet enthousiast genoeg. Dat zie ik nu al meteen op het begin. Dus ik vind dit dan zelf ook persoonlijk niet de moeite waard om hem helemaal af te kijken en verder kritiek te geven. Maar Jan, als je kijkt, ik hoop dat je er wat aan hebt gehad. Het is wat onpersoonlijk, et cetera. Afgekeurd. Zo, gaat een beetje terug. Afgekeurd. Hij kan het filmpje zien en dan ziet hij de mening wel van mij waarom. Dit is een reply. Beste Milan, je zal me vast wel kennen van de vorige goedgekeurd inzendingen. Helaas waren die afgekeurd, maar niet getreurd, we gaan gewoon door. Nou, super. Ik heb speciaal voor D&D het spel Pizza Delivery gespeeld. Een horror game met de meeste random gebeurtenissen. Cool, omdat ik niet wist dat de muziek copyright was, heb ik twee delen gemaakt. Een deel met muziek en het andere deel zonder. Dat is slim. Dat is fucking slim. Ik denk echter dat het niet copyrighted is, aangezien PewDiePie dit spel ook een keer heeft gespeeld en die muziek er ook gewoon in zat. Ja, maar PewDiePie is een gigantisch grote YouTuber. Die mag zelfs het hele nummer van Katy Perry bijvoorbeeld neerzetten en uploaden zonder dat hij een copyright claim krijgt. En dat kun je omdat je zoveel invloed hebt op YouTube en dan is het gewoon puur een mailtje sturen vanuit het bedrijf. Yo, ik ga dit uploaden, dit krijgt zoveel miljoen views, wil je dat als promotie? Klaar, het bedrijf zegt, ja hoor, tuurlijk, we willen wel 2 miljoen gratis weergave. En weet je, 2 miljoen gratis promotie en invloed en weet ik het allemaal. Dus daarom mag PewDiePie dat en ik niet. En eigenlijk elke YouTuber onder de, wat is het, 500.000 abonnees, die mag dat niet. Maar daar stuur ik je de mail natuurlijk niet voor. Mijn eigen video is via deze link te bekijken. Dit is de video met muziek.
En dit is de downloadlink van de video. Als de muziek toch kapot blijkt te zijn, heb ik hier een deel zonder muziek. Maar wacht even, is deze nou is de YouTube link nou met of zonder? Is hij nou met of is hij nou zonder? Oh, ik doe een fullscreen. Dit is dan de ene met de muziek, maar in de tweede download van de zonder muziek. Oh, oké. Okay. Oh, dan kan ik dit nou niet kijken. Want ik weet niet of dit dus copyrighted is. Oké, okay. Nee, is goed. Dan zetten we hier een vlaggetje bij. Dan ga ik dat later even checken. Doen we dat zo. Het is op zich wel slim hoe hij het heeft gedaan. Alleen, hij had dan eigenlijk degene zonder muziek. Had hij dan even moeten uploaden. En dan had hij de muziek met copyright. Had hij dan even apart erbij moeten zetten als link. Zodat ik weet van, ah, dat is het muziekje wat hij heeft gebruikt. Want ik weet nog steeds niet welk muziekje het is. Dus ik kan zelf ook niet checken of het copyright is of niet. Ik zal me even voorstellen. Oh, dus DHD server. Waarom klik ik DHD server aan? What the fuck? die invites kun je alleen winnen via livestreams. Ik ben 16 jaar, ben zeer getalenteerd. En hier zie ik mijn eigen video al. Dus dit is sowieso al een video die ik niet eens hoef te kijken. Fanarts. Die moet ik ook later checken. Dus die zet ik nog even als ongelezen. Ik zit gewoon hier mijn mail te ordenen in een video. Dat is ongelooflijk. Ik moet alleen op goedgekeurd klikken. Milo. Alleen op goedgekeurd. De rest doe ik buiten het filmpjes maken. Het is wel degelijk HD, maar YouTube vermindert de kwaliteit. Oh ja, je gaat ook. Oh, oké, hè? Huh? Wat? Oké, niet beschikbaar. Oké, super nice. Dit gaat goed, jongens. Dit gaat lekker. Ik heb er zin in. Dit is nice. Dit is echt goed. Oké, waar zijn we nu? Ik hoop dat deze video mij gaat verbazen. In deze video speel ik Gotham City Imposters. Ik vertel in de video een klein verhaaltje over mezelf en van waarom ik ben begonnen met het gamen. Want in de vlog over je achternaam hoorde ik dat je graag wil horen. Dus ik dacht, laat ik het dan in de video doen en hopelijk vinden de kijkers het ook leuk om te horen. Ik hoop het. Ik ben heel benieuwd. Sowieso Gotham City Imposters. Die hebben wij nog niet gehad op dagelijkse day. En ik vind het vet als mensen games gebruiken die nog niet op dagelijkse day zijn gekomen. En als ze dan zijn opgekomen, dan misschien met een mod erbij of een andere soort een map of een andere soort, weet ik veel, iets in die richting. Dat vind ik tof, dat vind ik heel tof. Deze video is goed gebeurd door Dagelijks AD. Hallo mensen van Dagelijks AD, leuk dat je kijkt naar deze goed gebeurd video. Mijn naam is Stefan en ik ga vandaag voor jullie Gotham City Imposters spelen. Ik heb het van Steam gedownload, het werd me aangeraden door mijn neefje. En naar mijn mening, ik vind het echt een fucking... Hij begint goed. Hij begint enthousiast. Kwaliteit ziet er meteen nog goed uit. Volgens mij zit het op 480. Ja, dus 720 is dan helemaal prima. Hij begint meteen nog goed, man. Hij begint heel enthousiast. Ik geloof... hoe oud staat erbij hoe oud hij is? Het staat niet bij hoe oud hij is. Maar ik geloof dat hij zo ongeveer dezelfde leeftijd als mij is. Misschien iets jonger. En wat ik dan persoonlijk heb, is dat ik mezelf wel kan herkennen... daarin, weet je. Dus dan kan ik, dan, ik weet niet, misschien oordeel ik dan wel anders over iemand, als hij een beetje dezelfde leeftijd heeft als mij en een commentary doet. Maar ik pak het dan wel altijd serieuzer aan, omdat zo iemand die dan zeg maar mijn leeftijd is, 21 jaar of 20 jaar of wat dan ook, of sowieso 18 plus, die ziet namelijk makkelijker hoe het wel moet en hoe het niet moet. En die kan, als je ouder bent, dan kun je sowieso al beter advies opvolgen en beter naar iemand ook echt luisteren. En dan bedoel ik niet luisteren van je hoort het, maar luisteren van je hoort het en je slaat het op. En dan kun je je nu heel erg kut voelen. Ik zeg van ja, maar Milan, hey, ik ben 14 en ik luister en ik vang het ook op. Nice, goed gedaan, ik ben trots op je. Goed gedaan, heel nice, maar niet iedereen heeft dat. En dan denk je van wel iedereen heeft dat. Nee, dat heeft niet iedereen. Anders zou ik non-stop alleen maar goede video's binnenkrijgen. En dat heb ik niet. Dus vandaar. Een episch spel. Vooral dit. Hij begint goed. Ik even laten zien. Hierzo. Je hebt mascottes, weet je wel. Pets of zo noem je dat. Je hebt er geen fuck aan. Maar moet eens kijken. Als die laat. Hier. What the fuck, jongen. Kijk die gezichten. Dat is toch geniaal, dit. Hier, fucking dikke krokodil. Slaat helemaal nergens op me, ja. Oké, genoeg gelul hier zo. Met dit soort dingen probeer ik altijd een beetje, en dat kan natuurlijk nooit, ik probeer er altijd een beetje achter te komen of,
of hij dan ook echt zo is in het echte leven, dat hij gewoon zichzelf is, puur zichzelf, 100% zichzelf, of dat hij zich een beetje probeert, wow, waarom lik ik mijn lippen zo vaak, of dat hij probeert om zichzelf te forceren op een meer overdrevene manier, zeg maar. Waardoor je wat enthousiaster overkomt, misschien zelfs wat grappiger. En ik doe dat ook vaak in Dit is Milan filmpjes. Ik bedoel, dat zeg ik heel eerlijk. Ik kom altijd wat positiever, wat blijer, wat leuker over. Dat is ook veel leuker om naar te kijken. En ik probeer dan met dit soort filmpjes, ook hoe hij begint vooral, erachter te komen of hij dan ook echt zo is of dat hij dan zo speelt. En daarvoor kan ik alleen oordelen als ik het hele filmpje afzie. En dat ik dan denk dat hij dan echt zo is of dat hij het extra overdreven doet. Maar het ziet er goed uit, deze gastrol. En ik ga hem gewoon een vlaggetje doen en ik ga hem na deze opname afkijken. De game ken ik ook helemaal niet. Gratis game van Steam dus. Oké, ben ik er benieuwd naar. Die ga ik dus laten checken. Hey Milan van Storm. Gastrol gestuurd, alleen toen deed de downloadlink het niet. Oh, dat is kut, ja. Ik heb heel wat sites afgezocht. Ik denk nu toch eindelijk een goede downloadlink te hebben. Nou, de sites staan gewoon in de beschrijving van de goedgekeurd uitlegvideo, waarin je gewoon je video kan sturen. Daar heb ik 4 sites neergezet, geloof ik. Die doen het allemaal. Oké, verborgen video. Nou, gaan we even kijken. Deze video is goedgekeurd door Dagelijks AD. Yo, gasten, Storm hier met vandaag een nieuwe commentary. En vandaag ben ik op Dagelijks AD. Ik heb het gevoel dat ik deze al 5 keer eerder heb gehoord, als het niet meer is. Volgens mij zei ik toen de vorige keer, ik weet niet of het online is gekomen, omdat ik dus in totaal 5 video's voor goedgekeurd had opgenomen. Op 2 verschillende dagen. Ik had eerst 3 gedaan en toen 2. En die waren alle 5 mislukt. Fucking dom ben ik ook. Het was gewoon dat mijn mic muted was. En toen zat ik dus eigenlijk 20 minuten lang, of wat, 2 uur lang tegen niks te lullen. Maar ja, dat gebeurt. En deze heb ik al een keer eerder beoordeeld. En toen zei ik dat hij te veel schreeuwde. En nu al helemaal, omdat ik dus weet, omdat ik hem dus nog herinner. En nu had ik hem ook afgekeurd, dat weet ik zeker. Dus dat hij hem 4 of 5 keer heeft gestuurd, vind ik kut. En vind ik kloten, dat meen ik oprecht, dat vind ik echt kloten. Als je je gastrol of je goedgekeurd video 5 of 6 keer in gaat sturen. Van ja, anders zie je het niet. Nou, ik heb al 100.000 keer gezegd dat ik hem ga zien en dat ik het ga antwoorden. Ik neem daar de tijd voor. Maar als jij dan 100.000 mailtjes gaat sturen met alleen maar dezelfde link en dezelfde video, dan ga ik hem gewoon afkeuren. Puur omdat je je dan niet aan de regels houdt. En dat kost mij alleen maar meer tijd. Want dan klik ik hem weer aan en dan denk je van ja, maar wie dan? Je klikt hem aan en je klikt het mailtje aan en dan klik je de video aan en dan zie je dat het dezelfde is. Dat maakt dan niet zoveel uit. Dat maakt wel uit, want als je er dan 100 krijgt, dan heb je zo 100 minuten, ben je zo 1 uur verder. Nou, weet je, dat is gewoon kut. Dat is gewoon echt kloten. Dus ik ga niet eens reageren op hem, want hij houdt zich gewoon niet aan de regels. Dus dat. Oh, Milan, ben je streng? Ja, sorry. Ik probeer al mijn best te doen daarvoor. Alleen het kost zoveel tijd anders, jongen. Dat is echt sick. Mijn naam is Tim en ik ben nog echt een hele kleine YouTuber. Dat maakt niet uit. Ik wil graag groter worden en toen dacht ik opeens, hey, Dagelijkse D doet gastrollen, dus bij deze mensen sollicitatie voor een gast bij Dagelijkse D. Super. Hey Tim, cool. Oké, we gaan deze kijken. Video is goedgekeurd door Dagelijkse AD. Hallo mensen. Ik ben MoveMakeD, mijn echte naam is Tim en vandaag ga ik de Impossible Quiz spelen. Nou, kijken of hij een beetje leuk is. Ja, het dikke scheet ook trouwens. Deze game is al een keer eerder geweest op Dagelijkse D. Die heb ik zelf gespeeld op de oude Dagelijkse D, maar niet op deze nieuwe dus. Het jammere wat ik hieraan vind, is dat hij geen webcam heeft. Hij heeft heel veel ruimte over. Hier op het hele scherm hier zo gebeurt helemaal geen ene fuck. Dus je hebt hier ruimte voor een cam, je hebt daar ruimte voor een cam. Waarom heb je dat overal die ruimte staan als je dat toch niet gebruikt en benuttigt? Doe dan alleen dat kleine witte kutschermpje en gebruik dat, weet je. Dat vind ik jammer. En hij klonk ook niet super enthousiast of zo, weet je. Hij klonk niet echt van, jee, ik heb er zin in en ik ga even snel uitleggen wat het precies is. Dus ik ga dit sowieso afkeuren, gewoon puur omdat dit heel saai is om naar te kijken, vind ik. Geen webcam erbij en ja, dat is gewoon jammer. Dus Tim, als je kijkt, ik hoop dat je wat aan hebt. Voor nu, dit was het. Ik ga morgen of overmorgen wel weer verder met een nieuwe video.
Je zult het wel zien op Dagelijkse D. Abonneer even op Dagelijkse D. Druk even op het groene duimpje als je het vet vindt. En als je er wat aan hebt gehad. En geef gewoon je eerlijke mening beneden. Ik word niet boos. Ik ga puur gewoon kijken naar wat jouw mening is. Als die een beetje opbouwend is. En als er een uitleg bij zit. Weet je. Want ja, kut video heb ik niks aan. Weet je. Dus als je een mening wilt geven. Laat gerust wat achter in de reacties. Geen enkel probleem. Bedankt voor het kijken. En druk op het groene duimpje. En ik zie jullie snel weer. Later.